VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Ja, is het mentaal ook gewoon een zware week geweest voor iedereen? En dan is het best wel lekker om een dag extra vrij te geven. Hè, waarin de spelers even weer goed in de vel kunnen komen te zitten. Even de kopjes leegmaken, zeg maar, richting Fortuna Sittard. Straks meer over die wedstrijd. We kijken terug op de bekerwedstrijd van onder 19. Mark Luipers gaat aan de slag met de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Feyenoord. Klaasie, Jurgensen, het aanspeelpunt in het 16 meter gebied, terugleggen, dat is goed gedaan door Jurgensen. Redding Oenerstal, rebound Feyenoord via Haps. Dit is een aardige crosspaas. En het schot waar Oenerstal door verrast wordt en zo is het ineens 1-0 door Larsson. Jansen met de inworp. Bal blijft liggen en Blappa dan met de echt grote kans voor VVV in de extra tijd van de eerste helft. Susic binnen door richting Grot en dan Joosten zomaar ineens met de kans. Joosten. Bal verlengd en daar bij de paal weggehaald en dan een vrije schietkans en de redding van Vermeer. VVV heeft de betere mogelijkheden in de tweede helft. Jurgensen. Het is een onorthodoxe aanval van Feyenoord, maar wel schitterend afgerond door Jurgensen met een streep. En zo wordt het 2-0. Een kleine 20 minuten voor tijd. Dan draait hij zich aardig uit en weet ook de ruimte te vinden. Malasia nu opkijken en de ploeggenoot vinden, dat is het idee of het zelf doen. Wat een mooie goal als het allemaal zo bedoeld is. Dan creëert hij helemaal zelf. Malasia. Zo teleurstellend qua resultaat. Ik vond ook de eerste helft toch erg gezapig van onze kant. Maar hoewel je toch eigenlijk twee hele grote kansen weggeeft waar er één van ingaat. En je kunt zo vlak voor rust gelijk maken. Ja, dan is er een fase in de tweede helft waarin ik wel vind dat we er een wedstrijd van maken. Dan moet je denk ik ook een goal maken. Want je hebt twee hele grote kansen om een doelpunt te maken. Nou, dat doe je niet. Ja, eerst de beste schot van Feyenoord, dat vliegt dan wel binnen. Dus dat is jammer. En dan met een 2-0 achterstand probeer je nog iets te forceren. En ik moet wel zeggen dat daarin een beetje het geloof ontbrak om er nog iets van te maken. Dus dat was eigenlijk een hele teleurstellende week, die drie wedstrijden. Ik denk dat we de eerste helft niet goed hebben gedaan. Misschien te veel achteruit gelopen en dat we weinig druk op de bal kregen. Ik denk niet dat Feyenoord de eerste helft een hele grote kans heeft gehad. Dus wat dat betreft hebben we denk ik niet heel veel weggegeven. En krijg je zelf denk ik misschien wel de grootste kans om net voor rust die 1-1 te maken. Dat is jammer dat die dan niet valt. Tweede helft begin je beter denk ik. Zet ook wat hoger druk. En ik had wel het idee dat Feyenoord er ook wat moeite mee had. En ik denk dat we de eerste 20 minuten van de tweede helft beter waren. En ook 2-3 kansen krijgen. En die valt dan niet. En de eerste keer dat ze in de tweede helft dat zij bij ons doel komen, schiet ze gelijk die bal binnen. Dus dan is het 2-0 en dan, of 0-2 en dan weet je dat het een hele lastige wedstrijd wordt. Ik heb heel lang getwijfeld over de opstelling, omdat ik een aantal spelers niet in goede doen vond. Zowel tegen NAC als tegen Utrecht niet. Ik vond ook de balans op het middenveld niet heel goed. Heel lang getwijfeld met wie wel, met wie niet. Als je dacht dat ik er op vrijdag en zaterdag uit was voor mezelf. Maar ja, dan ben ik toch aan het twijfelen gegaan ook zaterdagavond weer. Je kijkt nog wat beelden terug, ook van Feyenoord. En je overlegt nog wat met je staf. Dus eigenlijk was zondagochtend de beslissing genomen om het met deze mensen te doen. Dat is altijd vervelend natuurlijk als je spelers ernaast moet zetten. Maar dat kan ook een incident zijn. We hebben nog 5 wedstrijden om dingen om te draaien. Dus ik hoop dat we dat snel gaan doen. Ja, hoe heeft het uitgepakt, vond je? Nou, ik vond ook dit niet een hele goede wedstrijd van onze kant. Met uitzondering van een bepaalde fase in de tweede helft vond ik het ook niet goed. Dus dat was nou niet het verschil wat je wil zien door met andere mensen te gaan spelen. Dus wat dat betreft paste het eigenlijk wel bij die week. Een hele slechte week. Niet goed gespeeld en uiteindelijk
Ja, ben je blij dat er weer zaterdag een nieuwe wedstrijd op de rol staat en dat we in ieder geval 2 dagen eventjes wegblijven van de club en dan gaan we ons donderdag weer volledig focussen op Fortuna. Een dagje extra rust dus deze week voor de spelers om het hoofd leeg te maken voor de slotfase van de competitie waarin VVV nog steeds het eredivisieschap veilig moet stellen. Soms is het ook wel lekker. De spelers zijn topfit. Dat heb je ook zaterdag deze hele week kunnen zien. We hebben weinig tot geen blessures en dan is het mentaal ook gewoon een zware week geweest voor iedereen. En dan is het best wel lekker om een dag extra vrij te geven. Hè, waarin de spelers even weer goed in de vel kunnen komen te zitten. Maar dat geldt ook voor de staf, want voor ons is het ook gewoon een hele vervelende week geweest. Ja, kijk, het is toch als je 3 wedstrijden in 8 dagen speelt en je haalt maar 1 punt. Okay, je weet natuurlijk, je krijgt moeilijke tegenstanders met Utrecht en Feyenoord thuis. Maar toch is 1 punt, je had natuurlijk wel op meer gehoopt. En, het is natuurlijk allemaal niet zo precies gegaan als dat we zelf wilden. Dus ik denk dat de trainer daar goed aan doet. Iedereen de kopjes leegmaken. Het zijn 8 zware dagen geweest. En dus dan komt iedereen na deze 2 dagen helemaal weer fit terug met een fris kopje. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. VVV onder 19 is er niet in geslaagd om de finale van het bekertoernooi te bereiken. Op eigen veld moest het hoogste jeugdteam van de Venlonaren met 2-4 zijn meerdere erkennen in FC Groningen. Nou, ik denk dat Groningen in deze wedstrijd een iets hoger niveau heeft gehaald dan wij. Ik denk dat wij wel beter kunnen. Maar helaas viel het verkeerd in deze wedstrijd. En, nogmaals, was het op basis van de hele wedstrijd wel een terechte overwinning. Maar denk wel dat we beter hadden gekund. Na 14 minuten openden de gasten de score, maar Evert Lindhorst bracht VVV na een half uur spelen weer op gelijke hoogte. Met dit fraaie geplaatste schot. Kort voor rust kwam het beter spelende FC Groningen weer op voorsprong, gevolgd door de 1-3 aan het begin van de tweede helft. Lindhorst was er toen niet meer bij. De middenvelder mocht met het oog op de competitiewedstrijd van VVV tegen Fortuna Sittard zaterdag maar 1 helft meespelen. Toen Paul van Dijk 5 minuten voor tijd de aansluitingstreffer maakte, leek het nog even spannend te worden. Maar een minuut later scoorden de Groningers uit een strafschop de 2-4. Nou, als je de hele wedstrijd terugkijkt, dan denk ik wel dat het een verdiende overwinning was voor FC Groningen. Ik denk wel dat in de laatste fase, waarin je eigenlijk zo'n beetje de aansluitingstreffer maakt, dat wel een cruciaal moment was voor ons erop of eronder. Dan valt helaas die penalty en dat zijn we niet meer te boven kunnen komen. Ja, de impact in de eerste instantie is natuurlijk dat jongens op hoog niveau een wedstrijd kunnen spelen. Kwartfinale tegen PSV, halffinale tegen Groningen. Wedstrijden waar het echt ergens om draait. Met het doel, maar ook om de belofte om een finale te spelen. Dus dat doet wel wat met spelers. Dat doet iets voor hun ontwikkeling. En als je kijkt naar de beleving van de hele club, en dan bedoel ik niet alleen de jeugdopleiding, maar de club, mensen betrokken bij de vereniging, supporters vandaag. Het staat weer vol, net zoals tegen PSV. Ja, die beleving is ook wel fijn. De jeugdige VVV-spelers kunnen zich nu volledig richten op de competitie. VVV onder 19 gaat op dit moment aan kop in de eerste divisie bij de A-junioren. We zijn op dit moment uitgelopen op de nummer 2. Maar elke week kan het weer veranderen. Het ziet er voor ons nu goed uit. En ook kijken naar onze ploeg, waarin een aantal jongens ook geregeld bij de selectie zitten. Nou, biedt het ook weer kansen voor de andere jongens. En is het elke week bekijken wie deel gaat uitmaken van die selectie. En nogmaals, biedt dat ook weer kansen voor jongens die wat minder aan het spelen toekomen. Dus wat dat betreft is het mooi dat je dan als team voor die plek wil gaan. En ik vind dat je daarin de lat altijd hoog moet leggen. Dus voor het maximaal haalbare willen gaan. Ik vind kampioenschappen niet het belangrijkste om te zeggen dat het goed gaat met de jeugd. Ik denk dat de jongens die in het eerste elftal komen, dat de belangrijkste doelstelling van de jeugd is. Dat gaat ook goed, want de trainer er veel mee. Jongens als Evers, maar er zijn natuurlijk andere jongens, Aaron, Simon, die eraan komen. Dus dat vind ik de eerste indicatie dat het goed gaat. En dat de teams dus goed doen, nou prima. Dat is een mooie bijkomstigheid. Het gaat om spelers ontwikkelen en dat doen we prima. Ik denk wel dat vanuit deze groep die vandaag heeft gespeeld, zeker een jongen of 6-7 gaat aansluiten bij de eerste helft. VVV vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en volgende week wacht in de Kool de Graafschap. 2 directe concurrenten in de strijd om degradatie.
Eerder dit seizoen won VVV met 3-2 van de Sittardenaren, die bij winst op gelijke hoogte kunnen komen met de Venlonaren. Dat zijn inderdaad directe concurrenten. We staan nog wel iets lager dan ons op de ranglijst. Dus, maar goed, dit zijn wel de ploegen die we zullen aan elkaar gewaagd zijn. Het verschil zal niet zo groot zijn. Dus ja, hier valt wel wat te halen voor ons, hoop ik. Ik denk dat zij ook niet in de beste fase zitten, denk ik. Ze hebben het ook lastig. Het zal een wedstrijd worden met vechtvoetbal, denk ik. Degene die het best voor elkaar heeft, die wint. Laten wij zorgen dat wij dat zijn. Blijft voor jou nog een speciale wedstrijd dit? Ja, absoluut. 5 jaar gevoetbald, voor mezelf toch mooie jaren gehad. Je hebt altijd wel pech met deze wedstrijden, als ik het me goed herinner. ja, helaas wel. Een keertje rood gekregen daar, ja. Voor de winterstop hier geblesseerd geraakt. Dus, nou, gewoon 90 minuten tegen Fortuna? Ja, 3 maal scheepsrecht zeggen ze. Ik hoop dat ik de 90 minuten vol maak dat we die belangrijke 3 punten pakken. En volgende week, om precies te zijn op zaterdag 20 april, speelt VVV dus thuis tegen de Graafschap. Wij mochten 2 VIP-tickets verloten voor die wedstrijd. Daarvoor moest je het goede antwoord geven op de vraag: welke 5 spelers van het huidige VVV scoorden al eens tegen de Graafschap? Hier komt het antwoord. Wordt het een schot op doel? Nee, toch een voorzet van Reuzeveur. En dan valt hij hier en een schitterende goal. Het doelpunt van nota bene centrale verdediger Niels Reuseler. Seuntjes en 2-0, want het is geen buitenspel. Het is een goal van Jansen en die scoort niet zoveel. Jepeli struikelt over zijn eigen schoenveters en dan het eigen goal. Ook dat nog voor Lindhorst. Opoku, een bijna lullige doelpoging. Daar is Susic weer en nu moet hij scoren. Ja, helemaal vrij, dwars door het midden. Lappa. Legde de bal daar goed neer. Het is 0-2. Het is 0-2. En Post is de man die dat doet. Uit alle goede inzenders is Sophie Knaap als winnaar getrokken. Proficiat, jij mag met nog iemand samen als VIP naar VVV De Graafschap. Messaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Prachtige paas van Bruins, eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud om Post heen. En dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Dit is de top 3 van VVV. Mark Luipers is deze week aan de beurt een nieuw fragment erin te zetten. Maar eerst moet er één uit. Ik haal het fragment van Lars, het eerste fragmentje haal ik eruit. En die stop ik meteen weer erin, want het is wel weer een redding van Lars. Dat is in de 10e minuut, met een schot van Edwards, die heel goed pakt. Dus dat was ook een heel belangrijk moment. Eigenlijk dezelfde wedstrijd, maar dat is de laatste wedstrijd die we gewonnen hebben. Hier thuis ook. Dus ja, die wissel ik in. Want, die vind jij beter dan die tweede redding? Nee, maar ja, je moet wat, hè. Je moet wat. Ik had zoiets van, nou, op zich zeg maar, al die 3 momenten vind ik prima. Maar ik moest er eentje uithalen, dus dan gaat Lars eruit en hij komt er ook weer in. En dat was ook een hele belangrijke redding. Messaoud, balletje doorgeven bij Edwards, dat moet 1-0 voor Excelsior zijn. Nee, wat heeft Oenerstal toch een prachtige reflectie. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat hij zo ongelooflijk belangrijk is. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.